Frank Martin heeft deze stukken geschreven onder invloed en voor André Segovia, die op dat moment in Genève woonde. En ik denk dat die virtuositeit van Segovia hem ook, ik moet zeggen, goesting deed krijgen, zin deed krijgen om voor het instrument te schrijven. Er zijn niet extended techniques, zoals we dat in de gitaar noemen. Er wordt niet op de gitaar geslagen. Nou, er wordt soms een flageolet tussendoor gespeeld, maar dat is heel erg... Maar het is best wel een pittig stuk. Het is een vrij pittig stuk, ja. Heb je er lang op gewerkt om dit in de vingers te krijgen? En nog steeds, hoor. Want als je het, instudeert al heel veel jaren geleden, dan moet je het soms echt weer ophelderen. En als je het dan voor het eerst weer speelt, sinds een aantal jaren, dan gaat het heel snel. En dan kan je eigenlijk alles spelen. Maar die diepzinnigheid die je er ooit hebt gehad, dat moet je echt weer opgraven. Dus dat is echt weer een studieproces eigenlijk. Zoals ik al zei, ik had het stuk binnen een dag weer in de vingers. Maar om dan weer die touché te krijgen die ik er ooit mee had, dat kost je dan wel weer een aantal uren en dagen. En heb jij een eigen vingerzetting gevonden? Dat is een goede vraag. Want ik heb ook naar de pianopartituur gekeken. En daar zag ik vooral in het vierde deel, dus de Comme une Gigue. Daar doet hij in de bas een heel erg ostinaat loopje. Dat de hele tijd toedeledum, 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 zo gaat. En dan gaat de rechterhand dan, 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 daar overheen. Nou, zo had ik dat in de gitaar moeten doen met linkerhand. Toedeledum, toedeledum, en dan met al die andere vingers. Nou, dat lukt natuurlijk niet. Daar omdat er veel verschillende edities zijn van de Quatre Pièces Brèves, hebben ook veel verschillende gitaristen daar een antwoord op gevonden. Op dat vraagstuk, hoe kunnen we dat gitaristisch oplossen? En die editie die ik heb, die ik eigenlijk gebruik, is de Carl Scheidt editie. Maar ik was het niet eens met hoe hij dat heeft bewerkt voor de gitaar. Dus ik heb de pianopartituur erbij gepakt. En ik heb zoveel mogelijk die ostinate bas in het vierde deel er tussendoor geprobeerd te pakken. Om maar zo dicht mogelijk bij wat volgens mij het idioom was van Frank Martin te blijven. Ja, want die pianoversie die dateert van 1934. Dus het is eigenlijk de meest oorspronkelijke. En ik denk dat Frank Martin dit heel goed vindt van jou. Nou, daar ben ik heel blij mee. Van daarnaar terug te grijpen, dat denk ik wel. Ja. Ik heb begrepen namelijk dat Theresa Martin, de dochter van Frank Martin, dat Julian Bream, wat mij betreft een van de grootste gitaristen, ook hier thuis is geweest. Ja, en die ook als eerste de Quatre Pièces Brèves heeft opgenomen. Ja, die hem ook heeft opgenomen als eerste. Wat overigens ook echt een inspiratie voor mij was. Ken jij die opname? Ja.